deze fonteinen zie je niet. En dat is ook precies de bedoeling. Want waar normaal gesproken fonteinen, hè, van die grote joekels zoals deze, als kunstobject worden gebruikt of als activiteit of misschien zelfs attractie, schitteren deze eigenlijk door hun afwezigheid. Let op. Moeten ze natuurlijk wel gaan doen. Ja, daar gaan ze. Dit zijn de bedriegertjes in Roosendaal. Maar hoe kom ik nou terug? Ik hoor je nat. Help. Deze fonteinen die zijn gebouwd al in 1740, dus bijna 300 jaar geleden. Ze zijn onderdeel van een schelpengalerij in het landschapspark van Kasteel Roosendaal. En ze zijn helemaal ontworpen door Daniel Marot. Onder deze mozaïekvloer zit een compleet systeem wat deze fonteintjes aanstuurt. En daar zit het hem nou juist in, want deze fonteintjes die ontspringen als het ware volledig willekeurig. En het is de kunst om van de ene naar de andere kant te lopen zonder natte voeten te halen. En ik kan je vertellen, dat is nog niet zo eenvoudig. Dat zag je net wel. En dat aansturen, dat ging in 1740 natuurlijk met de hand. Er werd een soort van sluisje opengezet. Nou, hoe zit dat nou? Hierboven ligt een vijver. En water wil altijd naar beneden, hoe dan ook. Hier beneden ligt een wat lager gelegen vijver. Dus water wil graag van boven naar beneden stromen. Een natuurlijk verloop is dat, hè? Landschapsglooiingen. Wat wil dat nou? Dat als het water naar beneden stroomt en je bouwt daar een soort van bak of reservoir, dan komt er natuurlijk water in te staan, wat zorgt voor waterdruk. Nou, samen met de zwaartekracht zorgt dat ervoor dat wanneer jij het sluisje openzet, deze fonteintjes omhoog gaan. Jaren later, hè, kon een gids dat natuurlijk met de hand doen. Later kon je het alleen met de hand doen. Dan zat daar in het midden waar ik net stond een soort van hendel. Inmiddels is dat niet meer. Inmiddels zijn ze hier ook gewoon met de tijd meegegaan natuurlijk. En hebben ze een sensor gebouwd. Let maar op. Want hier loopt een lijn. En als ik door deze lijn loop, dan zou je zeggen dat ze aangaan. Misschien zit er een timer op van 3 minuten of van 2 minuten. Dat je even de tijd. Ja, daar gaan ze. En je ziet ook meteen dat de waterdruk verandert, want deze fonteinen gaan wat lager. Die hebben minder kracht. En zodra deze stoppen, dan gaan deze weer een heel stuk hoger, zoals je ziet. Dus dat is eigenlijk de manier waarop het op dit moment werkt. Je kunt dus heel makkelijk, kijk, kleine kinderen zien dat niet, dat is fantastisch. Die lopen hier gewoon erheen en die worden zeiknat. Nou, wij volwassenen weten inmiddels hoe dat werkt. Ze zitten ook echt overal. Je komt er gewoon niet droog doorheen. Ze zijn gelukkig wel heel kort. Maar wat gebeurt er als ik er nu nog een keer doorheen loop? Dat gaan we uittesten. Die sensor is wel leuk, daar kun je een beetje mee spelen. Gaan ze dan nog een keer? Nee. Oh ja, daar gaan ze. Ah, tjuh. Tot ver in de 20e eeuw was dit een enorme trekpleister voor met name kinderen van de basisschool. En in 2011 is dit tafereel uitgeroepen tot monument. Met name vanwege de leeftijd, hè, hoe oud ze zijn. En het mooie is dat het dus allemaal nog steeds werkt. Bijna 300 jaar na de bouwdatum ziet het er gewoon nog steeds zo uit. Natuurlijk vanwege fatsoenlijk onderhoud. Je moet entree betalen om dit helemaal te kunnen zien, om dit hele park te bezoeken. Nou, dat snap ik ook wel, want dit moet natuurlijk allemaal in stand gehouden worden. Dus ja, het werkt fantastisch en het is gewoon superleuk om hier een keer met je kinderen naartoe te gaan. Mocht je dat willen en mocht je natuurlijk kinderen hebben of kinderen kennen enzovoort. En vertel ze dan vooral niet over die sensor die daar zit. Doe gewoon een keertje zo met je been. Dat zag je niet, maar doe een keer zo met je been en kinderen die worden hoe dan ook nat. Wat overigens ook nog steeds heel goed werkt, en daar ben ik heel blij mee, zijn alle leden van dit kanaal. Via petjeaf.com/weetjedatookweer hebben zij zich aangemeld. En zo zorgen we er samen voor dat ik dus meer van dit soort video's kan blijven maken. Steeds verder weg. Enorm bedankt daarvoor. Dus wil je meer doen dan alleen kijken? Ga naar petjeaf.com/weetjedatookweer. En ik zie jou heel graag in de volgende video.